en ik ben aan het promoveren aan het CUNY Graduate Center midden in Manhattan. Ik doe onderzoek in de neurolinguïstiek, hoe taal in de hersenen werkt. En ik specialiseer me daarbij op hoe taal verandert als je ouder wordt en hoe het op een gegeven moment niet meer werkt zoals het zou moeten werken als je dementie krijgt. Hier hebben we een schaalmodel van het menselijk brein. Taal, de betekenis van taal, zit op verschillende plekken verspreid over de hersenen. Het taalnetwerk is heel groot. Dus je hebt bijvoorbeeld de categorie dieren, die zit rond dit gedeelte van de hersenen. En de categorie gereedschap zit meer in dit gedeelte van de hersenen. Ik kijk naar als jouw hersenen veranderen, bijvoorbeeld door de ziekte van Alzheimer, welke gebieden in de hersenen worden aangetast door de ziekte van Alzheimer en hoe dat een verband heeft met die verschillende categorieën die op verschillende plekken in de hersenen liggen. On the left side you see a healthy brain, on the right side you see advanced Alzheimer's and you can see that atrophy is happening. Het is heel belangrijk voor onderzoek dat je altijd op de hoogte blijft van alles wat er net uit is. Voor mijn vakgebied heeft het echt een meerwaarde om hier te zijn. Het kennisniveau van waar ik mee bezig ben, waar mijn onderzoek zich precies op richt, is gewoon hoger hier dan in Nederland. Ik wil hierna professor worden. Dus hierna ga ik een postdoc doen en op die manier de academische ladder daarna beklimmen. En ik hoop mijn eigen lab te runnen met mijn eigen onderzoek. Ik heb in totaal anderhalf jaar op Manhattan gewoond. Maar op een gegeven moment wil je wat meer rust. En dan is het gewoon fijn om in Brooklyn te komen. Er is wat meer laagbouw. De sfeer is wat relaxter. En om even je huis uit te wandelen en bijvoorbeeld zo naar de waterkant te lopen. Het is gewoon fantastisch om hier te zitten. In Williamsburg wonen heel veel jonge mensen. Dus het is echt gericht op mijn generatie, om het zo maar even te zeggen. Dus er zijn heel veel leuke dingen om te doen. Heel veel originaliteit, er zijn veel kunstenaars, er is veel vrijheid. Dus dit is een plek waar heel veel ideeën ontstaan. Ik hou van New York, het is mijn lievelingsstad op het moment. En dat had ik eigenlijk nooit verwacht. Ik ben geen meisje van de grote stad. Dat ben ik ook nooit geweest. Ik ben in Brabant opgegroeid, in Uden. En vergeleken met wat New York is, is het natuurlijk heel klein. En de allereerste keer dat ik over Amerika nadacht, had ik het idee dat ik naar Boston zou gaan. Nog steeds een hele grote stad, maar tenminste niet zo groot als New York. Want New York maakte me een klein beetje bang. Het idee dat je hier verloren zou raken in een grote stad. Maar toen kwam ik hier toch terecht omdat ik wilde werken met de professor waar ik nu ook mee samenwerk. En ik denk dat dat het beste is wat me ooit is kunnen overkomen. Ik voel me nog wel Brabander. Ik ben er trots op. Als iemand het over Brabant heeft of als ik mensen hier ontmoet en ze zeggen dat ze ook uit Brabant komen, dan wordt daar altijd even op gehighfived natuurlijk. Brabant is, het is een stukje van je identiteit. En ook al zit je in een hele grote stad ver weg, het blijft altijd bij je horen.